Hallo, ik ben Arjan en welkom terug op de Tilia Kids server. Dit is echt de laatste keer dat we hier zijn en met we bedoel ik mijzelf en Thijs. Hallo Thijs. Hallo, ik ben Thijs en ik zit hier op de server en ik heb wat dingen gebouwd. Dus die wil ik aan jullie gaan laten zien. Ja, hartstikke goed. Thijs is mijn neefje en het neefje van Tycho en Marijn. En dit is eigenlijk de eerste keer dat Thijs heeft meegebouwd op de Tilia Kids server. En volgens mij heb je ook heel veel gemaakt, zegt Tycho en Marijn altijd, dat je heel veel hebt gemaakt hier. Ja, dat klopt. Alleen weet ik de weg niet echt. Je weet niet de weg, maar ik heb volgens mij wel wat dingen van jou gezien, dus we kunnen wel een beetje heen. En misschien weet je vanaf daar wel weer ongeveer waar je moet zijn. Maar dit is dus de laatste keer dat we hier zijn. De wereld kun je downloaden in de omschrijving. Daar heb ik een link staan voor de mensen die dat leuk vinden. Dat heb ik ook in de vorige video's gemaakt. Dus de laatste keer dat we hier zijn, we gaan even kijken wat Thijs heeft gemaakt. En daarna, zodra ik klaar ben met opnemen, zet ik de server uit. En dan starten we een nieuwe wereld in Minecraft 1.11. In survival, want jullie hebben nu in creative gewerkt. Hé, waar ben je? Ik ben deze kant op gevlogen. Zie je mij nog? Ja, daar, ja. Oh, je hebt je kijkafstand niet zo ver. Nou, ik zal een beetje bij in de buurt proberen te blijven. Maar goed, ik zie allerlei dingen waar ik nog niks over gehoord heb. Dus dat betekent eigenlijk dat Tycho en Marijn dat waarschijnlijk niet hebben gemaakt. Anders hadden ze me daar wat dingen over verteld. Zoals dit hier bijvoorbeeld, Thijs. Dat is de afgebrande villa van Marijn. Nee, dat weet ik. Dat is het hotel. Maar dit hier, hier staat Thijs op. Met een ei. Ja, dat is mijn hotel. Met een ei die precies de verkeerde kant op staat trouwens. Had je dat al gezien? Echt? Ja, kijk maar. Oh ja. Zie je wat ik bedoel? Gek. Ik weet niet waar je bent. Maar, oh, daar ben je. Oké. Okay. Ja. Maar zijn hier wat leuke dingen die je me kunt laten zien? Ja, echt wel. Ja, nou, kom op. Laat zien. Ik vind het leuk. Ik sta hier. Ja, ik zit achter je aan. Oké. Okay. Voordeur, als ik nog even weet waar die is. Oh ja, hier. Ik zie de voordeur. Hop, ik ben binnen. Oh, ik zie de voordeur. Ja. Had jij die nog niet gezien? Oh ja, hier. Ja, hier. Ja, oké. Okay. Nou, dit zijn mijn skeletpaarden. Zo, je hebt er heel veel. Weet je wat ze eten? Nee. Ik heb gisteren gehoord, ja, botten denk ik of zo, toch? Eet ze niet botten? Zo eens kijken of dat werkt? Ik meen dat ik dat iemand hoorde zeggen gisteren. Op Tilia zelf, bij ons. Hup, ik heb hier een bordje in de hand. Of werkt dat niet zo? Nee, volgens mij heb ik dat verkeerd. Nee, ik denk dat ik het verkeerd heb. Nou, laten we snel weggaan. Misschien eten ze helemaal niks. Ze hebben ook geen maag waar het in blijft zitten, wel dan. Nee. Daarom. Kijk, dit is mijn skelettenpaar. Dit is mijne zelf. Ja, die waar je voor staat nu? Ja, die met dat zadel. Oh ja, oké. Die heb ik ontdekt toen er een bliksem in was geslagen op het water. Een gekleurde bliksem. Ja. En toen heb ik er met een spawn paardei heel veel op gedaan. En toen kwamen er allemaal jonkies. Oké. En die zijn dus groot geworden. Dus vandaar zoveel skeletten paarden. Het hok is eigenlijk een beetje te klein voor ze, hè, inmiddels. Tja, maar ze wonen hier ook niet lang meer. Nee, dat is waar. Nou ja, ze blijven hier altijd wonen. Maar wij komen hier niet meer. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan gaan we naar boven. We gaan naar boven. Oh, daar zit een luik. Waar zit een luik? Hier. Ik hoor jou zeggen, daar zit een luik. En ik zie je niet meer. Oh, daar zit een luik. Oh ja, oké. Okay. Ja. Je weet dat als we niet zouden kunnen vliegen, dan konden we nooit naar boven komen, hè? Hey, nee, hallo. Ik ben altijd vergeten een ladder in. Nou, dit is mijn verdieping met armored golems. Oké, okay. Er is er nu nog één. Dus waarschijnlijk is de rest afgezwaaid. Die had er geen zin meer in. Of doodgemaakt. Of doodgemaakt, dat kan natuurlijk ook. Ja. Want ik maak soms nog wel per ongeluk wat dingen dood. Oh. Mm-hmm. Je weet, als je straks in survival speelt, heb je al eens eerder in survival gespeeld? Jawel. Jawel? Niet in server. Nee, precies. Maar je weet, als je in survival speelt, dat je niet zo makkelijk meer mensen dingen een klap kunt geven. Hè? Want dan slaan ze terug. En waar ben je? We hebben meer verdiepingen. Oh, sorry, er is nog een verdieping. Ik dacht dat dit het was, man. Nou, ik sta terug. Er zijn nog een stuk of vijf. Zo. Oh, kijk eens aan, hier is een gezellig. Mooi dat je er even bij zegt dat het een bank is. Ik wist het anders ook wel, denk ik, hoor, Thijs. Dit is een bank. Ja, joh, fijn. Naar boven. Ja. En dit is een open haard. Die had ik een keer proberen aan te steken, maar toen was alles afgewikt. Ja, dat is met een houten vloer in de buurt ook niet heel verstandig. En dit is een bar. Een bar. Een beetje klein en krapjes. Oké, okay, maar wel gezellig. In ieder geval als je met een date komt, is het wel gezellig. Ja, dit was de gezellige kamer, kijk. Ja, het is een hele gezellige kamer.
Maar dan komt ik rook hier in de kamer in ook, uit de schoorsteenpijp. Ja. En dan komen we hier bij de... Je kunt hier heel even heel gezellig zitten. En daarna moet je weg vanwege de rookvergiftiging. Ik ben te hoog gegaan. Ja, ik ben hier ook. Nou, vertel maar even wat over deze verdieping dan. Dan gaan we zo weer, of niet? Nee, niet? Oké. Okay. Man, je hebt echt één groot gat, man. Ik laat er ook allemaal verdiepingen naar beneden. Kijk eens aan, hier is de praatkamer. Nee, dit zijn gewoon kamer met allemaal wat doorklingen. Oké, okay, ja, maar die zitten met elkaar aan het kletsen, hè? Ja, nou, zijn de praatkamer, ja, heel gezellig. En je kunt ook lekker ruilen met hem. Ja, oh ja, je kunt ook ruilen met ze. Maar je hebt alles al, hè, want je zit in creative. Ja. Ik dacht dat ik... Hier heb je diertjes. Oh, nou, dit is gek. Wat is hier of niet? Ik dacht dat ik alles in Nederlands had staan, maar ik heb alles in het Engels. Oh, oké. Nou, dat maakt niet uit, toch? Dan redden we nog wel even mee nu, toch? Ja. Vooral dit is straks. Mijn kamer. Je kunt een beetje naar boven, kun je het allemaal een beetje zien. Ik zag allemaal dieren. Dit is mijn kamer met dieren. Ja, ik zie het. Je hebt allerlei soorten dieren hier. Zelfs konijntjes, ja. Heel gezellig. Mm-hmm. En hier is een luik. Mag ik hier doorheen? Ik ben er al doorheen. Ik heb bijna. Hé, hey, dit... Wat heb ik hier? Oh ja, dit is mijn kamer. Ja. Met konijntjes. Met konijntjes. Kom maar even in. Ik zit er al te denken, ik zit niet in de goede texture pack, denk ik. Moet ik heel even aanpassen, want dan zien we het precies. Ah ja, ik zie wel de goede texture pack. Nee, ik zat verkeerd te kijken. Kijk, hier zijn Flecky, Snoopy. Oh, wacht even, ik moet even de naam aanzetten. Oh ja, ik zie de namen nu. Flecky, Snuffy en Snoopy. Leuk, man. Ja. En snel de hek weer dicht doen, want ze springen er heel gauw uit. Nou, ze hebben nu niet zo'n haast zo te zien. Ze zijn denk ik meer verbaasd van, goh, hé, daar is ons baasje weer. Die hebben we lang niet meer gezien. En hier kunnen we niet naar boven, dan zullen we even naar buiten roepen. Dit is een kamer met allemaal bewakers erin. Oké, kunnen we hier een gat in de muur slaan? Ja, hè? Bam, bam. Ja, mag wel. Dus boven mag je ook wel bij deze verdieping. Ja, zal ik hier even doen zo? Bam, bam. Bam. Dat is de verdieping met water. Oh, hop, ik maak het weer. Zo. Opgelost. Dan moeten we even naar de endverdieping. Die moet nog een beetje aanpassen. Toepasselijk, ook dat je de endverdieping hebt genoemd voor de bovenste verdieping. Dat is precies goed gedacht. Dus ik wil eigenlijk, als ik er nog tijd voor had, ook de netherverdieping gaan maken. Oh. Maar daar had ik dus geen tijd voor. Nou, dat is misschien wat voor je volgende wereld, zeg maar, om te doen. Dan zijn we erdoor, hè, door dit gebouw. Ja, en dan een hoop belevenissen hier, zie ik al wel. Nou, en dan heb ik nog meer dingen om te laten zien. Ja, oké, ik ga met je mee. Kom maar mee. Yes, ik kom eraan. Hop. Volg gewoon de gloeistoonblokken. Ja, ik volg jou ook. Dan kom ik waarschijnlijk ook wel. Ja, en volg dit water ook een beetje. Ja. En dan komen we. IJs. En dan komen we hier. Oeh, dat ziet eruit als een duistere geheime kamer. Ja, dit is mijn geheime kamer. Ah, hier heb je af en toe eens even geslapen. Even weg van de rest. Ja, gewoon even wat rust. Ja. En ik heb er nog één. Je hebt er nog één? Alleen die is wel heel geheim, maar die mogen jullie wel weten. Oh, oké. Oké, nou dan... Ja. Ja, ik kom achteraan. Ik vlieg als een dolle nu naar buiten. Alright. Het wordt alweer donker. Als je het liever licht hebt, zeg ik maar, dan maken we het weer licht. Ja, ik heb het wel liever licht. Oké, doen we dat. Even kijken waar ik heen moet, want soms is dat altijd een beetje lastig. Vlieg even achter me aan, dan komen we misschien vanzelf wel tegen. Als we die tegenkomen, dan vinden mensen het zelf wel een keer. Oh ja, kleine gebouwtje hier. Ja, dat gebouw daar. Dat was mijn monstergebouw, mijn monsterhuis. Maar daar heb ik nog anders van gemaakt. Oké, maar er loopt nu zo'n ijskoolman. Ja, verkoop lekker ijsjes. Oké, hop. Goed. En dan hebben we hier mijn die. Even kijken. Zo. Hey. Een kasteel. Ja, inderdaad. En ik zie ook allemaal soldaten bovenaan staan. Tenminste, dat moet soldaat voorstellen, denk ik, of niet? Paleis van Thijs voor Marijn. Paleis van Thijs voor Marijn. Ja, die heb ik voor Marijn gemaakt. Ah, wat leuk zeg. En het is ook nooit donker. Omdat je die blokken van die zeetempels gebruikt hier. Ja. Oh ja, wat leuk, man. En nu
gaan we de Pokémons even volgen, want dan kom ik wel vanzelf bij mijn bestemming. Ja, ik zie nog boten en zo rechts een boot die volgens mij niet van Tycho van Marijn is, denk ik. Welke? Die dan met die drie zeilen, heb jij die gemaakt? Nee, ik heb geen boot. Ah, je hebt geen boot gemaakt. Ik heb wel een vliegtuig gemaakt. Oké, okay. Ik ga achteruit hoor. Hier moeten we zijn. Hier moeten we zijn bij deze... Ja? En dan moet je... Zie je mij? Ik zie jou. Ik blijf net erbij in de buurt. Moeten we hierin gaan? Ja. Dus, kijk eens waar we dan terechtkomen. Ah, kijk eens aan. Een hele kamer van Bedrock en... Een hele geheime kamer met alle draakkoppen aan de muur. Zo, dat ziet er duister en uit. En dit is de toverkamer. Zit hier ook nog. Toverkamer? Oh ja. En hier kun je drankjes maken. Als je dat zou willen. Ja, als leuk. Ja, als... Heb je wel eens een drankje gemaakt? Jawel. Heb je wel eens een drankje geprobeerd ook in het spel? Ja. Ik heb heel veel drank der nacht zien en drank der onzichtbaarheid en drank der waterademen. Ja, dat is handig, hè? Nou, waterademen heb jij niet nodig, want onder water kun je wel ademen. Ja, maar gewoon een beetje helderder te zien. Dat nachtzicht is inderdaad wel fijn als je wat wil zien, ja. Ja, hier. Wat is er? Die toren, die zit van mij. En die gekke smiley, deze hier, daar probeerde ik een gast van te maken, maar het is een beetje mislukt. Deze? Oh ja. En dit is mijn toren. Ja, dat moet je er wel even bij zeggen, ja, dat een gast moet zijn. Dit is mijn toren, daar. Waren skelettenpaarden. Maar die zijn bij de andere skelettenpaarden gegaan in je andere hok, zeker. Of ze zijn ontsnapt. Of ze zijn ontsnapt. Er is ook een hoop afgefikt op de server, heb ik al wel door. Dat is per ongeluk gegaan. Ja, dat gaat heel vaak per ongeluk, hè. En dit is het ook voor jou, met dit hele gebouw hier? Is het erg als ik even een kaart maak, want dan kan ik een beetje zien waar ik vlieg. Ja, dat kan, als je dat fijn vindt. Maak even een kaart. Ja, dan heb ik je vliegtuig gezien, denk ik. Ja, maar mijn manner die loopt een beetje vast en dan kun je niet zo goed... Nee, maar dan ga ik je wel even hier naartoe halen. Ah, daar, dat is mijn vliegtuig. Oh, je hebt hem al gezien? Ja, kijk, je kunt hier naar binnen. Volgens mij heb ik hem gezien. Val eraf. Dit is jouw vliegtuig dus. En je kunt hier naar binnen. Oké, ik zie jou ergens. Waar ben je? Daar. Alright. Kijk. Vliegtuig thuis, hier is geen vuur toegestaan. Vuur maakt een hoop kapot, dus dat is inderdaad wel slim dat je dat niet toestaat hier. Dit hier kunnen we slapen. Handig. En hier heb ik huisdieren, zoals kippen. Hondjes. Hondjes. En dit is de cockpit, of de brug, hoe je het maar net noemen wil, van het vliegtuig. De cockpit. Dus, hier slaapt de kok dus. Ja, en als ik... Hier staat de cockpit. Nee, hier slaapt de piloot. Oh, hier slaapt de piloot. Als ik deze hendel overhaal, moet je daar maar eens kijken bij die dispenser. Komen geen vuurballen uit, hoor. Oké, okay, ik kijk. Pijlen. Ja, ah. En dan zitten aan allebei de kanten. Dus wat je dus doet, is eigenlijk gewoon hier het geschutsysteem knallen. En waarom, ik snap echt helemaal niks van redstone, hè? Waarom heb je dan van die repeaters hier staan? Is dat belangrijk? Oh, dat zijn redstone versterkers. Ja, die versterken het signaal. Oké, okay, dat snap ik dus wel een beetje. Alright. Ja, ik weet echt helemaal niks van redstone, hè? En dan gaan we naar de bossen en zo. Maar dan moet ik even een soort spoorlijn vinden. Oké, hier zijn we, bij de spoorrails. Dus deze kant moeten we erop. Ik heb hier mijn karretjes. Oh ja, je kunt er wel ingaan hoor. Ik vlieg wel even met je mee. Ik hoef niet per se in een kaartje. Maar ga lekker zitten. Up and go. Ik volg je wel. Word niet misselijk van een geschut? Nee, dit spoor heb ik niet al bedacht, hè. Die gewoon maar eigen gedaan. Het werkt prima, maar. Hey, en dan deze kant op. En dan komen we zo meteen, weet ik toevallig. Komen we zo meteen uit bij jouw huis. Of bij jouw huis en dat van Marijn. Ik zie mij nu nog nergens. Nee, maar je bent erbij. Komen we er echt uit? Oh, daar is hij. Ja, je komt in de buurt. Volgens mij moet je dan hier een keer ergens uitstappen of zo. En zoiets. Ben er? Ja, je bent er. Goed. Dit huis. Dit heb jij gemaakt. Welke? Dit huis? Ik sta achter je. Een soort cake lijkt het wel. Inderdaad.
Een soort chocoladecake. Ja. Kom maar naar binnen. Er staan ergens een soort deur. Of heb ik die deur nou weggehaald? Nee, hier. Hier staat iets van wat ik niet weet. Oh ja, hier. Hier is een trap naar mijn deur. Ah, oké. Okay. Dus we nemen even netjes de trap. Ik ga wel even hier beginnen. Zo. Hoppa. En hier is de deur. Ja hoor. En we komen al meteen uit. Ik kan er via onderin. We komen al meteen uit in de slaapkamer. Oh kijk, dit is mijn wolf. Jouw wolf. Heeft hij ook een naam? Hij heeft geen naam. Nee. Alright. Dan gaan we er hier even uit. Dit is je varken. Staat hier al de hele dag rond de neuzen. Ik denk al een paar maanden. Oh, daar is hij. Waar heb je meegedaan? Ik heb Polk naar beneden geduwd. Ik zou nog wel iets willen bouwen, maar... Nou, ik zet zo meteen de boel om. Dus dan, maar dan moet je het werk voor je blokken. Hé? Hey. Ja, ja, maar ik heb hier even een ijsbeer neergezet. Even kijken, ik had nog wel iets. En kom eens hierheen, Simon. Ja? Dit heb ik ook gemaakt. Dit ding? Het ziet er heel ingewikkeld uit. Nee, is het niet echt. Oh, doet het nog wat of niet? Nee, ik heb gewoon het kunstwerk neergezet. Oh, oké. Okay. Nou, het is inderdaad een kunstig werkje, dat klopt wel. Nu op naar mijn hotel of villa, ik weet niet meer waar het is. Ik zit hier op die loper. Die, ja, op de weg. Ja, dus en... zo vond ik in de server ook altijd mijn weg terug. Oh ja, het ijsblok heb ik hier per ongeluk neergezet. Via dit pad vond jij je weg terug. Hoppakee, nu kunnen we in ieder geval wat zien onder water. Ik zie hier een gebouwtje onder water. Het was gewoon een vierkant hok. Dus dat is vast niet wat je bedoelt. Ik zie verderop nog een vierkant hok onder water. Echt? Waar dan? Dat is van... Dat is gemaakt van dirt. Maar ook dat is alleen maar een hok. Er zit verder niks in. Ik heb een hok gemaakt van gepolijste... Even kijken hoe het heet. Ja, graniet of zo, toch? Gepolijst graniet. Ja, dit. Maar je ziet hier. Maar ja, dit, daar. Het is alleen een hok, hè? Er zit niks in, Thijs. Nee, maar wat ik daar wel dus in wou doen. Ja. Was ze dus allemaal ontsnapt zijn. Dat zijn bewakers. Oh ja, de Guardians. Ja, zeker. Het was eigenlijk een hok voor bewakers. Hé, hey, joh, laat je nou gewoon hier een ijsbeer verzuipen? Ja. Ah. Die vond ik per ongeluk. Nou, laten we niet kijken hoe dat afloopt. Dat loopt vast niet goed af. Goed. Ik heb een ding dat ik nog vergeten ben om te laten zien. Wat ben je vergeten? Dat is zo dicht bij mijn kasteel. Ja. En bij mijn vliegtuig. En bij die boot. Het is mijn bibliotheek. Dit hier, dit glowstone gebouw. Oh ja. Dit is mijn bibliotheek. Ah, hier ja. Is de deur. Aan de andere kant is de deur. En je hebt allemaal boeken in die dingen. Je hebt ook nog eentje. Je hebt allemaal boeken hierin? In de kist? Wat is er met dit ding gebeurd? Dat weet ik niet. Oh, hij was dicht. Ja. Oh. Ik weet niet hoezo dit allemaal gebeurd is. Maar... En dan heb ik hier dit gebouw nog. Die heb ik ook gemaakt voor mij. Ja, die heb ik ook gemaakt. En dan hebben we daarnaast... Nog een diamantgebouw. Ja. Kom maar mee naar binnen. Even over de rode loper. Het diamanten kippenhok. Echt? Och, die kippen die zijn erin gelopen. Kruid. Zo. Dit is een van mijn huizen. Ja, dit is een duur huis voor diamant. En vergeet niet... Wat vergeet niet? Wacht even, ik ben even vergeten hoe dit groene soort steen heet. Smaragd, of smaragd? Smaragdblok. Ja, dit smaragd. Blok, lekker duur. Mm-hmm. En dan gaan we ook nog naar het zandstenenhuis. Het zandstenenhuis. Ik weet niet of er nog wat in zit. Ja, een skeletpaard. Oh ja, die is van mij. Op een partijtje hooi, dus zij hoeft niet honger te lijden. Als hij hooi zou lusten. Als hij hooi lust. Ja, precies. Dus ik dacht, misschien lust hij hooi.
En dit gebouw is voor mij ook opgemaakt. Jij bent wel, heb ik al door, jij bent wel echt van de vierkante gebouwen. Dat is wel een beetje jouw ding, hè? Dit is mijn kippenhok. Je kippenhok. Dit is dus wel je kippenhok. Ja, dit is mijn kippenhok. Ah. Eigenlijk vlees, hè? Zit dan. Maar vierkant is wel een beetje waar je van houdt, hè? Beetje. Dit heb ik ook gemaakt. Dat zijn mijn ingevroren kippen. Ja. Nou, dan blijft ze in ieder geval goed. Hè? Zo is het ook en weer. Voor de kijkers. Oh, voor de kijkers, ja. Kijk ze maar even aan. Even kijken. Ik kom even voor je staan, kun je ze even aankijken. Goed. Ja, ik moet even iets hebben. Zo. Ja. Oh. Ja, hallo, hallo. Ja, ik heb even ijs nodig. Oh, je hebt ijs nodig. En kippen. En kippen, oké. Okay. Weet je al wat ik ga doen? Nee, geen flauw idee, dus ik zit even te wachten. Nou, kijk. Je maakt een soort 9 bij 9. 1, 2, 4, 3 bij 3 bedoel ik. En dan nog een keer 3 bij 3. Ja. Dat je dat 3 keer op elkaar doet. Ja. Maak je een soort kubus. Een kubus. Kubus. Eén tip. Ja. Doe dit niet bij lava. Nee, want dan in ieder geval niet met ijs, want dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. En dan doe je er allemaal kippen in. Kippen, ja. Een paar kippen. En dan doe je er een blok bovenop. En tada, je hebt ingevroren kippen. Ja, dan blijft ze in ieder geval goed, hè? Ja. Als je ze later wil opeten. Hey, bedankt voor deze les, man. Ja, dus... Dit zijn mijn... Oh ja, en dit is mijn moestuin. Je moestuin. Ik heb nog een moestuin. Gezellig, je meloenenmoestuin. En onder mijn vliegtuig... Ja, en onder mijn vliegtuig ergens daar... Ja? Zit... daar? Volgens mij. Ja? Hier zit ook een moestuin. Even voorzichtig lopen en niet springen, want dan maak je mijn plantjes kapot. Hé, dat doe je het precies zelf. Onder je, kijk maar eens onder je. Ik weet niet wat ik doe, maar... Ja, het is bijna niet, je kunt er bijna niet in zo. Dan zou je eigenlijk blokken moeten maken vanaf dit rode spul hier. Dan kun je er zo heen lopen. Maar inderdaad, maar, het ziet er, maar ik kan het van buiten ook wel zien hoor. Ja, dit is mijn moestuintje. Je ook een meloenenmoestuin. En om het even warm te houden heb ik even wat licht ingedaan. Ja, nee, dat is verstandig. Dan groeit het ook, hè. Zo is het ook weer. Zijn we er door, Thijs? Even kijken of we er door zijn. Vind ik niet nog meer in. Even kijken. Nee, dit is van Marijn. Nou, dan zijn we er door. Dan zijn we er door. Goed, lieve mensen. Dit was. Dit waren de verschillende bouwwerken van Thijs op deze server. Nogmaals, in de omschrijving vind je een link naar de map. Als je zelf een keer wil rondvliegen en kijken wat ze misschien nog gemist hebben. Of denk je misschien van, ik wil hier nog wel wat aan veranderen. Dan kun je lekker die map downloaden. En het zelf even proberen. Ja, zeg het eens. En in mijn hotel. Je mag rustig nog wat verdiepingen bijmaken. Oh, nou. Misschien hoort het van Thijs. Als je het leuk vindt om een verdieping bij te maken, lekker doen. Maar niet slopen. Voor Tigo en Thijs en Marijn zitten dus op. Tidia Kids Server gaat naar Survival 1.11. En vroeg of later komen we wel weer eens kunnen kijken of ze nog leven. Want dat is ook belangrijk, hè? Want nu gaan we daarnaar kijken. Leven ze nog of zijn ze inmiddels al de pijp uitgegaan? Dat is interessant, ja. Om Arjen, hoe kan ik in die server komen? Op dezelfde manier zoals je er nu in komt. Alleen met 1.11. Hey, dat duurt even. Ik bedoel, ik heb die server nog niet. Nee, dat komt. Daar helpt je vader hier wel even mee. En dat komt helemaal goed. Ja, dat maar is ik echt... hoop dat ik er vandaag nog wel in kan. Wat mij betreft kun je er over een half uurtje al wel in. Dat zie je vanzelf wel. Maar dat is voor de mensen thuis niet zo heel belangrijk, denk ik. Nee. Dus ik zet er hier nu lekker een dik vette punt achter. Dankjewel voor de rondleiding, Thijs. Vond het heel erg gezellig en heel erg leuk. Alsjeblieft. En lieve mensen, als je het leuk vindt om even thuis te laten weten wat je ervan vond, doe het even gezellig hieronder. Doe het graag. Dat vindt hij vast leuk om even te horen van je. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer gewoon op Tidia. Bye bye. Bye bye.